AZC dat nog moet komen in Meppel. Nou ja, in principe staat het asielzoekerscentrum gepland voor begin 2017. Dan moet dat helemaal klaar zijn en in gebruik. En dat gaat om plus minus 500 mensen. Nou ja, eigenlijk gewoon het hele verhaal. Het asielzoekerscentrum zijn de mensen heel weinig over geïnformeerd, bijna niet bij betrokken. En dat is eigenlijk meer het struikelblok. De asielzoekers, dat is eigenlijk meer het tweede punt. De mensen die zijn compleet niet betrokken bij het hele gebeuren over het asielzoekerscentrum. En dat is eigenlijk waarvoor we demonstreren, voor meer inspraak. En dat de burger er even wat meer bij betrokken wordt over hoe dat nou precies gaat.